Vergeten, de eerste riviervis. Kijk eens, dat een plaatje, Bas. Kansberekeningetje. 6 hengels. 0 ervaring op de rivier. Ik vis stroomafwaarts. Er zit nog een bocht in mijn lijn. Puur genieten! Prachtig toch? De laatste van het water. Openbaar vissen in Frankrijk. Blijft prachtig. Prachtige afsluiten, Bas. Dankjewel, jongen. Let's go. Lekker basie! Zo jongens, nou, was een prachtig mooie afsluiting en nu zit er maar één ding op. We gaan het hele kampementje afbreken, alles in de auto gooien en gaan voor de eerste keer op riviervissen jongens. Ik heb er echt mega veel zin in. Het doel is eigenlijk vrij simpel, allebei onze eerste riviervis vangen. En ja, we gaan kijken hoe dat loopt. We hebben nog wel wat stekjes op de planning staan, dus maar eerst maar even stek 1, spullen in de auto, boot oppompen, daarheen. Boodschappen nog doen en dan zien we jullie wel weer terug. Maar ja, heerlijk toch jongens dit. Mooi paardje. Ja, jij gaat ook met z'n twee over dat kutbruggetje. Jij denkt dat ik breekt niet. Nee, wel nee, dat gaat wel prima. Nou jongens, we zijn aangekomen. Ik ben hier dus echt nog nooit geweest. Niels is hier gisteren geweest, die heeft hier gisteren de boot ingelaten. Het is wel echt een mooi zwemstekkie. Ja, hier lag een beetje troep, dus ik heb al wat opgeruimd. Ja. Ik hou niet zo van troep van anderen. Nou, het ziet er wel echt prachtig uit jongens. Ja, ik ga het jullie eventjes laten zien. We gaan even de steiger op. Ja. Of een soort, ja, het is echt een zwem... Hier was ik dus gisteren, dat was voor mij ook wel lastig. Ik heb links hier voor het, ja... Voor die boom? De boom, 4 meter uit de kant. De diepte begint echt aan de overkant. Het stroomt nog minder dan gisteren. Daar, naast die dode tak, heb je nog een boom 5 meter meer naar links. Daar heb ik in dat gat, daarvoor is 4 meter heb ik gevoerd. Hier rechtvoor, dus dat zijn 3 hengels. Ja. Even nadenken, volgens mij daar eentje. Heb je wel een obstakel hangen. Ja, dat weet ik. Dus hier kan het erop op. Ja. Hier rechtvoor eentje in het wat diepere. En dan daar 2 hengels in het water, dat zal ik je zo laten zien, dat zijn de lastige, want ja, hier kan je niet omheen. Nee, nee, die boom die is omgevallen inderdaad. Dus nou, had ik mijn best gedaan hè? Ik denk dat er maar één ding op zit. Auto's uitladen, boot oppompen en ga jongens. Oh jongens, welkom in de boot. Ik ga eventjes naar de overkant toe, mijn laatste hengeltje positioneren. De hengel die ik net heb uitgevaren was ja, vrij lastig. Die ligt echt in de vaargeul. Het schijnt goed te zijn, zeggen riviervissers. Dus eentje in de eigen kant op 2 meter, eentje in de vaargeul op 4. En nu eentje helemaal tegen de overkant aan, uit de stroming tussen de takken ga ik die leggen. Op een 1,5 à 2 meter, schat ik. Net even een klein rondje gevaren al. En ja, Niels heeft helemaal een lastige stek qua keuze. Hij heeft jezelf gisteren aangevoerd, dat ik ga wel rechts. Maar die zit alleen maar tussen de takken, zijn hengels. Dus nou ja, we hebben denk ik 6 hengels, 6 kansen en ja, we gaan het proberen jongens. Ik ga hem even positioneren. Goed kijken op de visfinder, ja, wat de takken doen en de andere rommel hier in het water. En dan ja, hopelijk ooit als de eerste rivierkarp hier vangen. Dat zou mooi wezen. We zitten nu in level 9, dat is een karpenvang op de rivier. Wat is 10 dan? Op Champions League water? Ja, op Champions League water, op Cancien, dat is allemaal level 10. Dat is 10? Ja, en Lotuder is ook level 10. De rivier is 9? Ja, 9. En mijn putvisserij? Dat is ook moeilijk, maar dat is tussen de 7 en 8. Nou, weet je waarom? Want dit bijna niemand doet dit. Nee, nou ja, het is niet druk hier. Nee, het is niet druk, nee. Laten we level 9 uitspelen vannacht. Nou, uitspelen niet, laten we voor het eerst in ons kippen leven. En dan hier al dat je van. Als ik hier een rietkruiper vang, dan ben ik gewoon blij, hè? Ja, dat is echt zo. Jouw lijn gaat helemaal naar rechts. Ja, Ik heb het hier zelf ook niet verzonnen dat het stroomt. Je zei dat wel mee. Ja, in het kantje, ja. Niels, wat denk je ervan? Kansberekeningetje. 6 hengels. 0 ervaring op de rivier. Ik vind stroomafwaarts, er zit nog een bocht in mijn lijn. Ja, ik heb gisteren gevoerd, maar 1 dag natuurlijk. Ja, ik weet het niet. Ik kan wel wat zeggen. Nee, ik denk wel dat er wat over de stek gaat komen, want we hebben echt een 200 meter aangevoerd. Ja. Maar ja. Ja, ik heb hetzelfde. Ik leg hier eigenlijk recht aan de overkant, maar mijn lijn die loopt 50 meter naar rechts toe. We hebben altijd hier dat het gewoon het loop blijft leggen. We krijgen geen piepen of zo. 170 gram blijft in principe gewoon goed leggen. Dus ja, allemaal verschillende stekjes. Gisteren gevoerd. Ik ga zo meteen even voeren. Daar heb ik echt heel veel zin in na deze hele dag. Maar goed, we moeten alvast een backup hebben, mits het niks wordt. Dus gaat zien, jongens. Ja, moes. Lekker, we gaan een hapje doen. Zo jongens, nou het is weer echt compleet omgelagen het weer. Het regent weer als de bonken. Ik zag hier dat Nederlands naast me stond. We hebben wel eens beter weer gehad. Ja, ik heb alvast even aangekleed voor de regen. Ik ga naar een stekje verderop. Ga ik even voeren. En dan ja, hopelijk dat er daar wat vissen ook te vinden zijn. Het is een kleine kilometer hier verderop. En nou, Niels blijft bij de stokken. Dat is altijd wel lekker als je met z'n tweeën bent. Dat ben ik niet altijd natuurlijk. Dus, en dan moet op moos gepast worden. Ja, zeker weten. Onze baby die heeft aandacht nodig. Dus ik ga naar de auto in. En dan ja, kijken bij de nieuwe stek jongens. Tegen de tijd dat ik aankwam bij de nieuwe stek, over een super geweldig pad, vol met kuilen en gaten, was het inmiddels al donker geworden. Ik moest de stek van 2 kanten bereiken, want de rivier was hier te breed. Dus ik heb aan eerst aan de ene kant gevoerd in de regen, toen naar de andere kant toe gereden, daar ook nog eens een keer gevoerd in de regen, achteruit terug, in het donker, over een pad heen, in mijn eentje. Kortom, het was geweldig. We gaan de nacht in jongens en we gaan kijken wat stek 1 ons gaat brengen. We wisten al dat het niet makkelijk zou worden hier al. En dat is ook wel weer gebleken. Het heeft echt de hele nacht geregend. En daardoor is de rivier natuurlijk harder gaan stromen. En allemaal wier in de lijnen. Ja, binnen de kortste keren liepen eigenlijk alle hengels af. Naar de, vissen met 2 hengels naar de overkant de man. En aan de andere kant hadden we 3 kopvorens. Dus het feest was compleet. Eigenlijk, dit is eigenlijk een van de redenen waarom ik dus niet op rivier vis. Hier word je echt doodloof van. Je zit gewoon niet accuraat te vissen constant. En je hebt heel veel ja, hoe noem je dat? Factoren waar je helemaal geen reet aan kan doen. Om het ja, naar je hand toe te zetten. Dus we gaan het gewoon nog een nachtje proberen. De stek die we gisteren hebben aangevoerd gaan we gewoon echt onder de kant vissen. De overkant laten we voor wat het is. Ja, we weten wel dat je met boeiensystemen en met breeklijnen en met elastiek kiezen en een hele rambam zou je het kunnen doen. Maar goed. Dat vinden wij eigenlijk helemaal niet leuk om te doen. Dus je moet ook gewoon doen wat je leuk vindt. En ja, dat is niet dit. Ze zitten er wel. Ja. Niels gooit momenteel wat klinkers erin. Dan lijkt het net als springende vis. Maar goed. Ja, we gaan... oh ja, al mijn hengels zijn ook mijn lijn gebroken. Omdat alles vast zat op de bodem. Dus we gaan nou alles vrolijk weer opruimen. En een kilometertje verderop alles weer opzetten jongens. Heerlijk. Zo, jongens. Nou, dat was een hele snelle actie. We hebben de hengels op de rivier snel uitgevaren om wat daguurtjes mee te pakken. En ja, leggen op 3 en op 2 meter. Gewoon een waaiertje. Maar ook hier stroomt het weer als een malle. Dus misschien zo meteen even opnieuw uitvaren met toploaden erop. Zodat we het oppervlakkige wier niet meer oppakken met de lijnen. Maar, wat ik ook vertelde, is dat hier achter de put zit wat hier aan vast zit. En had ik gisteren ook wat gevoerd. En zo zag ik een hele hoop bellen. Dus ik heb heel snel een hinsniffertje erop gegooid. En hij liep nou, binnen, een kwartiertje liep hij af. Heel klein schubje, maar goed, hey, de eerste vis is er. En ja, we gaan ervoor jongens. Ik ga hem even eruit halen en dan gaan we ons eerste wildwaterschubje laten zien. Yes jongens, nou daar is hij. Er was echt geen drill aan. Eén stifrichtje tegen het wier aangegooid en ik trok me echt binnen als een brazen. Ik weet niet of je kijkt wat een vlaggen erop zitten. Ik denk dat dit ook echt geen rivierkarper is. Maar goed, de eerste visje is daar. Hij gaat snel weer terug en hoop op een van de grotere van de plas of de rivier. Het is weer baddertijd. Normaal Nederlands er al in. Dit is een lekker weertje, of niet, Niels? Het weertje is lekker, maar het water is 5 centimeter. Na een heerlijke duik te hebben genomen in het frisse rivierwater, het was tenslotte al eind oktober en de watertemperatuur bedroeg ongeveer 12 graden. Dus dat was een uitdaging. Gedurende de dag hebben we 0 actie van vissen gezien en verzamelde zich weer een hoop wier in de lijnen. Dus besloten we tegen de avond om de lijnen nog 1 keer opnieuw uit te varen op de stekken. Gewoon om zeker te zijn dat ze 100% goed leggen. We besloten om toplood te gebruiken in combinatie met een vlosdraadje, zodat je een verlengd toplood krijgt. Met een aanbeet trek je deze snel kapot en zorg je dat de lijn niet meer over het oppervlak van het water loopt. En daar hadden we ook het meeste last van het drijfvuil. We gaan met vol vertrouwen de nacht in en we gaan zien wat onze tweede nacht op de rivier ons gaat brengen. Waar is hij dan? Yes, yes. Voor ons ook een vis. Eindelijk. Eindelijk. We hebben nog wat moeten doen, maar het is echt een plaatje van een vis. Prachtig beschubt. Alles erop en eraan. Mooie kleuren. Een mooie schubben hier ook. Dikke huid. Ja, dat was goed sterk ook, hè? Ja, dat was prachtig. Echt, hij beukte hem zo, dus er zit de stroming in volgens mij. Ik zag op een gegeven moment Niels' hoofdlampje helemaal verdwijnen de rivier op. Ging nog even door je andere hengel heen. Ja, maar ja, goed. Dat hoort erbij, hè? Ja, zeker. We hebben, ja, jammer dat we die ene verspeelden voor mij, maar... ja, een uur later liep je weer af, zelf de hengel, Bas aan de beurt. Ja, ik denk dat pakken we toch even de kerst op de taart, nog 2 vissen. Maar helaas dat niet. Nee. Maar goed jongens, we hebben nog een paar nachten. We gaan zo meteen naar een andere stek toe. En ja, deze eerst maar eventjes terugzetten en dan ja, gaan we onze weg weer vervolgen. Alles weer in de auto, alles weer lekker opruimen. En dan nieuwe stek, nieuwe kansen. Heerlijk, Niels. Lekker. Mag je? Ja. Dankjewel, Nico. Dat zal je nooit vergeten, de eerste riviervis. Kijk eens, wat een plaatje, Bas. Ja, heerlijk. Dat dikke huid. Heel mooi, dankjewel, amigo. Daar ga je, man. Terug de rivier in. Prachtig, moet je kijken wat een bios. Lekker, Niels. Lekker, Moos. Goedemiddag, amigo's. Nou, een nieuw watertje aan de rivier. Zelf ben ik hier nog nooit geweest. Bas is vorige keer tijdens onze mei-sessie hier wezen kijken. En toen beviel het hem al wel. De dagen waren een beetje op, dus ja. Vandaar dat we er nu terug zijn. We weten er weinig over, dus dat brengt ook wel heel veel avontuur en met zich mee. En wat staat er weer veel? Er staat weer heel veel wier, maar dat is ons deze week eigenlijk alleen maar meegezeten. Ja. Dus we gaan de 2 nachten proberen en hopelijk even wat moois eruit te trekken, Bas. Ja, we kunnen ook natuurlijk op de put 4-5 hengels. En op de rivier leggen we er ook 2 of 3, want het legt echt, ja, pal tegen elkaar aan. Dus ja, op die manier kan ik misschien nog mijn riviervisie vangen. En kunnen we een paar dikke vangen op de put hopelijk. Nou, Moos is alweer helemaal wild. Ja. Jongens, we gaan opzetten. Jezus. Zo jongens, nou, waar moet ik beginnen eigenlijk? Het gaat totaal niet zoals gepland allemaal. Maar goed, we leggen in. Heel veel wier en zelfs op de drone, als we er boven varen, boven vliegen en dan met een voerboot erboven geeft de dieptemeter nog steeds veel wier aan. Gewoon ruim een meter. Dus ik heb al alles weer omgegooid naar heen, stifrigs en voerboot weer vast in het wier. Lijn onderdrijvend wier doortrekken, ondanks we echt kilo's eruit hebben getrokken. Dat zien jullie nu wel in beeldscherm. Maar het blijft vrijkomen en loskomen. Het is najaar natuurlijk, dus al het wier is aan het afsterven. Niels' hengels leggen een stuk beter. Zijn kant is wat schoner. Hij heeft iets wat schonere, meer grotere, schonere platen als ik. Maar goed, we hebben de boot ook nog niet eens opgepompt voor op de rivier. Niks, we gaan er, het is nu alweer bijna donker. Dus ik ga er nou van gewoon even een bak voer in gooien in de rivier. Dit is weer zo'n lekker dieptepuntje. De meeste jongens die openbaar vissen, zie dat wel denk ik. Dat je er helemaal klaar mee bent. En vermoeidheid speelt denk ik ook wel ergens een rol. Dus goed, voor nu is het klaar. Ik tune uit. Ik ga zelf uit. En ik ben morgen weer aan, jongens. En hopelijk gebeurt er wat vannacht. Maar nou, voor nu is het een taai missietje, dit putje. Morgen. Nou, zoals je ziet zien we er een beetje verwilderd uit na een weekje in de natuur. Regen, wind, van alles hebben we gehad. Nieuwe put. Ja, we dachten al, dit is niet heel makkelijk. Bas mooie plekjes gezocht. Nou ja, en vannacht om 4 uur explodeerde die waadpak aan, erachteraan, wier eraf trekken. Het gevolg mag zijn, we hebben een mooie vis, we gaan hem nu pakken. Nou jongens, daar is hij. Helemaal verwilderd zit ik erbij. Maar ik heb hem wel. Een echt langgerekte spiegel van een wierput. Ah, dat is toch lekker wakker worden. Ja, dat zijn 16 kilootjes, dat ken slechter. Ik ben er heel blij mee. Ik ga hem zo lekker terugzetten. Waar had je hem op? Een paar fotootjes. 2 XL tijgenootjes, afgesneden zijkantjes, pop-up, een nepmaïsie erop tegen de crayfish en de poisonchetjes. En het loonde om 4 uur explodeerde die. Dat is een hels gevecht in het water met mijn waadpak. Maar het resultaat mag er zijn. Zeker weten, vriend. Hartstikke blij mee. Nou, op naar de rivier en de hengels weer strak inleggen. Zo is het. Nou, dankjewel Migo, oude strijder. Ik hoop dat ik nog wat jaartjes heb. Ik denk dat ze wel redelijk geteld zijn. Nieuwe pruik, je wordt ook al wat ouder, hè? Ga je nu zo doen, omdat je weer geblankt hebt. Ja. Zo maar, hè? Zitten we weer. Eindelijk. Eerste update van de dag. Naar die mooie spiegel van jou. Ja, weer een beetje omgeslagen. Het begon goed. Wind gedraaid. We hebben 3 hengels op de rivier. We hebben gisteravond in donker hebben we er nog 7,5 kilo in geknald. Hele grote dumbbells. 20 mm en 25 mm. En even met de voerboot erop gegooid. Even gekeken hoe diep het is globaal. En er zitten hier Nederlanders verderop. Hele aardige jongens ook. En ja, die werpen ook gewoon eigenlijk, dus dat gaan we ook proberen. Zeker. En ja, voor op de put. Ik heb alles uitgevaren met de drone en met de voerboot. Echt op vierkante metertjes werk. Ik heb er ja, weer medium vertrouwen in. Als ik eerlijk ben, denk ik ook dat de rivier eerder gaat lonen dan deze. Het is toch een taaie put met echt veel wier en ik schat op de stand ook niet zo groot. Nee. Nou, ja, laten we hopen dat we er weer eentje gaan. Ik ben er wel aan toe, jongen. Jij bent er zeker aan toe. Er was hier eens aan de beurt. Dus laten we ervoor gaan. And I know I shouldn't love you. And I know I shouldn't read the signs. It is like addiction. Zo, een hele goede morgen. Nou, dan haal het goed weer maar weg. Hoeveel hebben we geslapen vannacht? Nou, het slapen was weinig, dus, ja, dat was minder. Veel regen, onweertje. Ja, zeker weten. Dat was een pittig weertje. Moos moet er ook even bij. Dat mag wel, vriend. Maar goed, we hebben dus niks op de rivier gevangen. Een kopvorm had ik op de rivier. Jij helemaal niks op de rivier, niks op de put. Maar vanmorgen vroeg werden we gelukkig gewekt door een verlossende aanbeet. Ik had het echt nooit meer verwacht. Ik zei vannacht nog tegen Niels dat we allebei niet konden slapen van nou, die hengels in de put kunnen we wel binnendraaien. Maar gelukkig is er toch even doorgegaan, dus we gaan hem er even uithalen. We hebben alle spullen al opgeruimd. Want we gaan natuurlijk verkassen, want 2 vissen op 2 nachten is gewoon te weinig. Dus laatste nachtje gaan we terug naar het water, naar het wierwater zoals wij het noemen. Dus ja goed, eerst even die mooie vis eruit halen en dan gaan we later in. Yes! Zo jongens, na een taaie sessie kan ik het wel noemen. We hebben niet heel veel gevangen de laatste dagen. Is het toch altijd lekker dat je toch nog beloond wordt. Ja, met dan toch wel een karakterspiegel. Hij is echt super lang. We hebben allemaal gebroken vinnen en hij is best wel gehavend. Maar nou goed, dat noemen ze tegenwoordig toch een karaktervis. Dus goed, het is sneu dat sommigen er zo uitzien. Maar ja, ik vind het toch eigenlijk ook wel weer mooi altijd op zo'n water als dit. Dat ze niet alleen maar uitzetters vangen. En ik denk dat het ook wel een beetje een realistisch beeld is van Frankrijk vissen, jongens. Het is niet altijd volle bak rammen. Vorige video ging het echt als een gek. Maar we gaan nu ook weer terug naar het andere water om toch nog het laatste nachtje nog eventjes te knallen. Hopelijk nog even een dikke bak te vangen. En dan, dat is wat het is, jongens. 4 nachten in totaal op de rivier gevist, of 3 nachten gevist. En 1 mager karpertje. 2 karpertjes van de put. Nou, alle spulletjes leggen al in de bus. Ga deze lekker terugzetten. En dan op naar het nieuwe water. Hopelijk nog een paar bakken vangen, jongens. Nou jongens, dan gaat hij weer. Mijn enigste visje in 2 nachten. Maar goed, ik ben wel heel blij met dit visje, dat ik tenminste toch nog wat heb gevangen. Voor alle gedane moeite hier het wier eruit halen. Je noemt het allemaal maar op wat we ervoor over hebben gehad. En als hij dan afloopt, ja, heerlijk. Ga maar ouwe strijden. Zijn we weer, hè? Terug van weg geweest. Ja, dat heb lang geduurd. Ja, 4 dagen. 4 dagen weg geweest. Back on the lac. Zo, welkom op het nieuwe water. Nou ja, althans nieuw. Het is niet helemaal nieuw voor ons natuurlijk. We zijn hier al een paar keer geweest. En alle hengeltjes leggen echt super strak in. We hebben het bloedsnel gedaan, dus snel de teentjes opgezet, kampie gemaakt. En gelukkig hadden we nog voer klaarleggen van het andere water. Helaas geen vis op de rivier gevangen voor mij. Dus dat is wel jammer. Het was wel een mooi doel, maar het was allemaal zo taai. In 2 nachten tijd 2 visjes. We hebben toch besloten om gewoon terug te gaan naar een put die we kennen. Waar we vorige keer ook grote vis hebben gevangen, veel vis hebben gevangen. En om daar samen nog even de sessie af te sluiten. En gewoon weer lekker naar de plekjes toe te varen die we vorige keer hebben gevonden. En die veel succes hebben gebracht. Gaan we nu gewoon hopelijk het trucje herhalen. We hebben iets grotere aas eraan gedaan. Zelfde mixie zoals de hele tijd eigenlijk. Tijgenootjes, purplees, zwaar gezookt allemaal. En we gaan het zien, jongens. We gaan even snel wat eten. Dan gaan we toch eventjes eindelijk heerlijk een tukkie doen. We zijn allebei helemaal gesloopt. We zijn al ruim 10 dagen op pad. En we hebben nog geen 1 keer normaal even lekker kunnen chillen overdag. Dus hopelijk geven de karpels ons ietsjes wat rust. Even hapje doen, slaapje. Zometeen weer helemaal fit, jongens. Let's go. Wat moet ik hier? Lekker Niels. Nou, hoe lekker heb je geslapen vanmiddag? Heerlijk. Hè? Lekker toch? Ik ben lekker gelegen. Ja. En hoeveel minuten heb je geslapen? Oh, niet. Nee, ik ook niet. Even kijken. Nog drijven hier. Waar zit hij wel aan? Nou, zo goed dat er heb je. En wij dachten nog dat hij niet goed lag. Ja, dat was niet. Dus dat is de eerste engel die we uitvaren. Dat we dachten van nou... Eens. Maar we zijn er nog niet. Het is wel wat... Oeh. Ja. Wat zit eraan? Azië? 25 mm met een afgesneden pop-up. Niet echt een snowman, dat was een vierkantje, maar gewoon een blok. Alleen maar grote aas ging er vandaag voor. Grote aas is? Grote vissen. Nou, dan zijn we weer terug waar we van de week geweest zijn. En puntjes stonden er nog in. Lekker's uitgevaren. Groot aas gekozen deze keer. En klein middagtukkie en daarna liep hij af. De eerste vis. Volgende is voor Bassie, want we gaan het nog even goed afsluiten. Ja, zeker weten. We zaten net even lekker aan een biertje. Om de sessie eigenlijk af te sluiten en een beetje terug te kijken op de afgelopen 10 dagen. En ja, als je dat al van de hol en een prachtige schub naar binnen loods, mogen we niet klagen volgens mij, Nel. Ik denk dat we een goede keuze hebben gemaakt om terug te gaan. Prachtige vis. Zeker. Zo jongens, nou, dit is toch wel een heerlijk begin op dit water. Eerste vis voor Niels, prachtig mooie schub. Ja, als je dan wordt getrakteerd op zo'n zonsondergang op de laatste avond. Heerlijk over het water zitten te kijken. Niels is eventjes nog de hengel aan het klaarmaken. Die gaan we nog eventjes voor het laatste licht invaren. En dan gaan we genieten van onze laatste avond samen hier jongens. Dit is echt wel ja, op en top genieten. Ik tune in als we weer een dikke hebben. En kleintjes die laten we gelijk hun vrijheid weer terug. Hopelijk kunnen we deze sessie afsluiten met nog een knappe bak. En anders tot morgenochtend jongens. Zo jongens, een hele goede morgen. Laatste ochtend alweer. Ja, eigenlijk tegen alle verwachtingen in liep mijn kantje beter deze keer. In totaal 4 runs gehad. 2 kleintjes, die heb ik gelijk weer teruggezet. En 2 hele mooie vissen om de sessie af te sluiten. Een prachtige schub en een prachtige spiegel. En dit is de laatste ochtend dat Niels erbij is. Dus ja, daarbij gaan we deze video ook afsluiten. Maar eerst eventjes 2 prachtige vissen jongens. Heerlijk wakker worden ze. Ja. Zo, goedemorgen jongens. Moet je kijken wat een plaatje. Echt compleet in najaarskleuren gehuld. Hij besloot wel eventjes door mijn andere lijn heen te zwemmen. Maar ja, dat deed helemaal niks. Kijk eens wat een prachtig exemplaar. Hier doen we het toch voor. Hiervoor hebben we nog een keer de lijn uitgevaren. En nog 1 keer verkast. Om ja, toch nog wat succes te behalen in deze sessie. En ja, deze mag lekker gaan zwemmen jongens. En dan ga ik er een prachtige spiegel bij pakken. Heerlijk. Lekker laatste ochtendje. Al de vissen jongens. Heerlijk. Zo. Nou, Niels. Dat was het alweer. 10 nachten. 10 nachten. Echt veel vissen gevangen. En dit is de afsluiter. Dit is de afsluiter. Vorig jaar was het ook al zo, hè? Ja. Precies op hetzelfde water. Die was iets groter, die was 20 kilo. Maar ja, dat is toch weer een prachtige vis. Echt een heel leuk water. We hebben echt heel leuk gevist deze sessie. Toch weer wat dingen geprobeerd op de rivier. Daar gaan we ook zeker nog een keer terug. En ja, jij gaat zo over 10 dagen alweer. Ja, ga ik weer terug. En Bas gaat nu verder naar Zuid-Frankrijk. Ja, ik heb nog 2 weken vakantie, jongens. Dus geen stress voor mij. En ja, alvast heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren en te liken. Daar maak je mij heel blij mee en mijn baas. Want dit is gigantisch genieten. Ja, zeker weten jongens. Bedankt voor het kijken en tot de volgende. Hoi hoi. Oh, wat een mooie donkere kleuren. PUUR 18. PUUR genieten!